Oké, ik denk dat die kant op is. Dit klinkt echt als een vergissing. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Nooit een Vecht met Haaien in Stranded Deep. En vandaag is weer een nieuwe aflevering. En ik hoop niet dat het de laatste wordt. Ik heb namelijk vet veel honger. Oh, kijk, mijn broek is helemaal geschud, jongen. En er is deze haai. Splut! Oh, die was raak. ik geloof niet dat wij vrienden kunnen zijn. Dat is. Spannend muziekje. Dus ik zal helaas deze. Ha, helaas. Helemaal niet helaas. Nu! Splut! Adem. Deze ei. Hai. Deze ei. Dit eitje. Dit haaitje gaan opeten. Als het een beetje mee zit. Waar ben je? Waarom heet een tijgerhaai eigenlijk een tijgerhaai? Nu. Kom, kom, kom. Nee. Snel, naar achter. Oeh, probeer hem in zijn rug te prikken. Als een soort van stierenvechten eigenlijk. Wat ik niet goedkeur. Stierenvechten is verschrikkelijk. Maar, ja, dit is een computerspel en we hebben honger. En dit is helemaal geen stier. Dit is een haai. Oh man, dit gaat wel even duren volgens mij. Wat is dat? Sardine. Splut. Splut. Nee? Ja. Ik heb ook echt best wel. Ah, oh, twee streepjes honger. Oké, dat gaat eigenlijk wel. Ja, ik had eigenlijk verwacht dat ik ondertussen wel wat fruit zou hebben op dit. In dit stadium. Maar dat is dus niet zo. Fruit groeit helemaal niet zo hard. En de boompjes die hier nog stonden. Het zicht is niet zo goed vandaag ook onder water. Maar die boompjes, de fruitbomen die hier nog stonden, die hebben nog geen fruit gegeven. Ik had verwacht dat als we terugkomen dat het er wel aan zou zitten. Ja, come on. Dit gaat best wel lang duren volgens mij. Dus ja, we hebben geen fruit. Het is tijd om iets te vangen. En we hebben nog nooit een haai gevangen. Dus ik denk dat dat vet zou zijn, maar op dit moment. Ja, ik durf niet echt heel erg diep het water in te lopen. Want dan kan hij ons echt best wel makkelijk meerdere keren achter elkaar aanvallen. Oh, nou wordt het ook nacht ook. En ik heb geen. Heb ik een fak. Oh, ik heb wel een fakkel bij me. Maar die gaat natuurlijk pas 's nachts aan. Snel een speer pakken. Ja. Dit was misschien niet zo goed plan. Misschien moeten we dit een keer overdag doen. Ja. Ik heb geprobeerd om krabben te vangen op mijn eiland. Maar dat is. Die zaten hier vroeger altijd. Maar nu niet meer. Dat is wel echt jammer. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar iets anders om te eten. En ik denk dus, ja, het zal deze keer niet vegetarisch zijn. Misschien even wat vis vangen hier of zo. Ja, dat nogal kan. Het ondergaande zon. Het is wel echt. Als de zon opgaat en ondergaat, dat zijn echt wel de momenten waarop dit spel het beste uitziet. Een Pilkert. Haha. En de animatie is weer terug. Nog één. Kom op. Yes. Misschien nog eentje. Ha. Nice. Prima, dus ik heb er drie. Ze zien eruit als lionfish, leeuwvis, maar dat is niet zo. Het zijn best wel de goede. Oh ja, maar we hebben natuurlijk dat nieuwe spit gemaakt in de vorige aflevering. Dat gaan we ook zo meteen nodig hebben. Dus laat ik even deze visjes gaan bakken. En ondertussen een beetje nadenken over wat we gaan doen vandaag. Ik denk dat we gewoon. Ja, laat ik er nog even over nadenken voordat ik het ga verklappen. Tot zo. Oké, guys. Vleermuizen lopen een beetje al lachen te vallen. Het is net Pokémon Go. Overal sewerbeds en je wilt ze gewoon niet hebben. En ik ben hier voor twee vuurtjes tegelijk aan het stoken. Wat wel, het is een beetje stom. Want ik heb drie stukjes vlees die ik moet koken. En ik heb twee vuurtjes. Dus het was misschien een beetje veel werk. En volgens mij is het zo dat deze wel. Het lijkt alsof er een zeemeel op zit. Maar als ik dan dit pak. Zie je? Dus het is gewoon. Die zeemeel doet niks. Dit heeft dan serieus één stukje honger gegeven. Oké, laat ik dit uitdoen. Uit, prima. En dan wacht ik even tot deze af is. Ja, wachten. Dat hoor je vanzelf wel. Ondertussen ben ik even aan het kijken. Ja, trouwens, die visjes die moest je ook zo skinnen. Oh, er is het al. Dus die moest je ook met zo'n mes erdoorheen halen en zo. Echt heel smerig. Maar ja. Dan gaat het poppetje ook zeggen: oh, het is zo smerig. Ja, dat weet ik. Dat hoef je mij niet te vertellen.
Ik ben het immers aan het doen. Anyway, ik wil iets laten zien. En dat is... dit! Hoa, fruit. Super nice. En dat gaat wel echt ons heel veel schelen. Kijk, hoe gaat dat? Kijk nou, kunnen we in één keer echt lekker knallen. Nog even eentje, denk ik. Zit er nou al vol? Is dit vol? Ja, dit is vol. Kijk, nu hebben we gewoon vol health. Of vol eten, vol drinken. Dat is wel echt super chic. En deze planten gaan door. En we hebben hier gewoon nog... waarschijnlijk komt hier elk moment ook nog fruit aan. Hier zit ook al fruit aan. Daar kun je gewoon lekker laten staan. Hoef er niks aan te doen. Dus dat is echt prima. Ik denk dat ik vandaag eventjes wat wil gaan bouwen. En dan weet ik dat er die kant op een gruwelijk eiland zit. Waar vet veel spullen op liggen. Vet veel bouwspullen. Dus ik denk dat het zaak is voor mij om nu eventjes wat spullen hier te gaan droppen. Dat ik vet weinig bij me heb. Ik ben echt zo blij dat deze automatisch aangaan. Dat was eerst niet en nu wel. En dat is echt te relaxed. Het enige wat wel een beetje een nadeel is. Is dat... oh man, ik ben zo snel afgeleid. Eerst maar eens even dit vertellen. Die lantaarns, die gaan dus automatisch aan. Alleen je kan ze pas zien als je dicht genoeg bij een eiland komt. Dus dat is een beetje jammer. Maar het is ook wel logisch dat je die lantaarn niet van 1000 kilometer van tevoren al aan ziet komen. Dus dat is goed. Kijk, deze bos met... Kun je dit nog zien? Het is waarschijnlijk heel donker. Hier zo bij het vuur leg ik deze bos met takjes om het aan te steken. Dan moet ik nog wat dingen wegleggen. En dan ga ik wel even naar het eiland. Ja, laat ik dat even doen. Even wat spullen ophalen. En dan kunnen we vandaag even lekker verder bouwen aan het huis. Maar het betekent waarschijnlijk wel dat het bouwen aan het huis echt enorm veel... enorm veel. Ik denk het wel. Dat gaat wel aardig wat tijd in zitten. En waarschijnlijk moeten we er dus heel vaak spullen voor gaan halen. Maar dat vind ik eigenlijk wel chill. Dat is chill werk. Denk ik dat ik ondertussen ook eventjes een muziekje aanzet. Een beetje heen weer varen. Even kijken, even naar machetten. Goede machetten. Ja, goed genoeg. Prima. Right, ik ga even een stukje varen en dan zie ik je zo meteen. Yeah, ik heb een heel klein stukje gevaren. Ik kan het eiland daar in de verte zien liggen. Het is misschien een beetje donker en dat komt omdat mijn lantaarn is kapot. Zie je? Dat is een... Ik heb alleen nog een vuist vast. Box houden. Dat is echt zo stom. Ik heb nog niet het spel opnieuw opgestart, dus misschien zou dat het verhelpen. Laat ik ondertussen deze spullen pakken. Maar ja, dus dat is een beetje lame. Hé, waar ga jij naartoe? Oh, die trunks die lagen daar natuurlijk met een reden. Namelijk om die kokosnoten bij elkaar te houden. Oké, leg wel even terug. Ja, dit gaat niet werken. Ik leg hem wel even hier neer. Zo, hoppakee. Maar ja, deze spullen lagen hier allemaal nog. Dus dat is wel echt een dik voordeel. Het enige wat een beetje een nadeel is dat het niet echt mee te nemen is. Dus het ziet er nou uit dat we deze in stukjes moeten gaan hakken. Dus misschien dat ik meer machettes mee moet nemen. Ja, die gaan nog wel even duren. Het is een beetje donker. En dan, je kan ze wel oppakken. Kijk, dus je hoeft ze niet helemaal in stukjes te hakken. Dat is wel echt een voordeel. Dus ik doe dit eventjes en dan vaak terug. Zie ik zo meteen. Ik ben even naar een andere eiland gegaan, een tweede eiland. En er was hier eigenlijk bijna niks. Dus ik heb uit frustratie een palmboom omgehakt. Deze ligt al in stukjes. Chill. En ik kwam erachter dat de bovenkant, kijk, die komt op een gegeven moment los. Er zit dan ook geen hout aan, geloof ik. Als ik het goed heb gezien. En ik geloof dat... Kijk, ik kan deze dus oppakken. Ik vraag me of je dan krijgt... Een log? Ja, oké. Okay. En oh, die kun je ook weer droppen en dan heb je ook weer dit. Aha! Kijk, dat is dan weer interessant. Dat wist ik niet. En als je dan... Oh nee, die logs stacken sowieso niet. Dat is weer prima. De vraag is, zal ik eerst langs huis gaan of zal ik daarheen gaan? Ik denk dat ik even naar het volgende eiland ga gelijk. Ja, laat ik dat doen. Waarschijnlijk is er wel voor anderhalf keer spullen. Even kijken of ik hier nog wegkom. Altijd spannend. Ja, dat gaat helemaal goed. Nou, te vroeg gezegd. Oh. Dit is altijd een beetje gepuzzel. Kom op.
stuur, roer. Yeah. Nou, ik ben lekker aan het eiland hoppen. Eens even zien wat we hier bij elkaar hebben gehaald. Oké, okay, hier is sowieso nog wat ficussen. Daar, die rechtsprieten. Die we bij elkaar halen. Oh, kijk. Haha. Kijk, dit laat ik dan meestal wel achter. Dat is dan weer echt een voordeel op dit soort momenten. Gewoon alle spullen oppakken. Zouden we dat steen nodig hebben, denk je? Ik heb wel op een moment. Dit even bij elkaar houden. Zo netjes. Yeah! Super chill. Oh, en hier is nog stok. Thank you very much. Double flare gun en een hamer. Laten we gewoon dat steen meenemen. Het zijn precies 2 keer 4 steen. Dus dat stekt ook nog eens lekker. En nog 4 slots over. Even kijken, ik kan... Laat ik deze stokjes meenemen. Ook al twijfel ik een beetje aan of ik genoeg machete heb. Maar kijk, machete is bijna kapot. Machete is kapot. Ja. Ja. Dus ik kan eigenlijk niet meer hout meenemen. Dus weet je wat, laat ik gewoon die kokosnoten meenemen. Ik heb echt zo'n huge verzameling kokosnoten, man. Ik ben echt super trots op. En laat ik deze spullen ook gewoon meenemen. Alle spullen. En kijk, wat als we straks nog terugkomen, dan kunnen we hier dit nog meenemen. Deze boom. Even erbij pakken. Die. En ja, volgens mij ligt die hier nog eentje ergens. Ja, toen ik het strand opkwam, zag ik weer deze. Geen idee waarom ik die bomen heb gekapt. Dat is alweer een poosje terug. Maar waarschijnlijk voor de palmbladeren of zo. Hey! Zie je dat? Het regent. Laten we snel naar huis gaan, want ik ben bang dat mijn emmers geen regen vangen als we niet thuis zijn. Ik denk dat we het wel kunnen halen. Tenminste, de vorige keer regende het hard genoeg. En gelukkig heb ik ook op stiletten welke kant op moeten varen. Want anders dan, je kan het namelijk net niet zien vanaf dit eiland. Even kijken, dan moeten we deze kant op. Even draaien. Achteruit. Beam. Prima. En dan nu. Pak. Kompas. Het zou hier ergens moeten zijn. Nee. Oké, spring eraf. Pak het kompas. Is het kompas nu bugged? For reals? Mooi. Oké, ik denk dat het die kant op is. Dit klinkt echt als een vergissing. Ik denk dat ik gewoon eventjes niet naar huis ga. Oh nee, ik ga gewoon kijken of ik het kompas kan fixen. Dan is het ook goed. Ja, en ik moet dus even zorgen dat de kompas in de eerste slot blijft zitten. Weet je wat, ik stap gewoon... Oh, wacht, ik kan wel gewoon... Huh? Wat was dat? Volgens mij drukte ik op E terwijl ik naar de boot keek en gaf ik hem echt een huge duw. Dat was niet de bedoeling. Oké, ik moet die kant op. Bijna. Ja, daar kan ik wel. Dan hoop ik dat het kompas open blijft. Nee, dat zou echt veel te makkelijk zijn. Dit is wel. We hebben die lantaarn, die is trouwens echt, die krijgen we niet meer terug. Daar hoef je niet op te rekenen. Oké, laten we een klein beetje weg van het eiland. Kunnen we erop oriënteren. Spring van de boot af. Klim op de boot. Zo. En dan kijk ik nu waar het eiland is. Pak het kompas. Prima. En dan moet ik 260. Oké, dus ik moet eigenlijk meer die kant op. Ja, dus de koers is bijna goed. Je moet gewoon even een tik naar bakboord. Ik denk zoiets. Hé, is dat eiland al? Of is dat een ander eiland? Ik weet het niet. Dan ben ik al uit de richting. Maar dat zou, ja, dat zou het wel kunnen zijn. Ik moet echt niet te ver verdwalen, joh. Nee, ik denk dat het niet was. Dat was echt te dichtbij. Dit is echt levensgevaarlijk. Varen met mist. Straks zijn we echt keihard verdwaald. Ja, ik doe het wel echt... op de gok. Ik moet goed om me heen kijken eigenlijk. Dan is er vaker zo meteen... Oh, nou, er is in ieder geval iets aan het inladen. Anders zouden we niet zoveel frames kwijtraken. Zou dat het zijn? Oké, okay, regen houdt op. Ja, ik denk dat dat wel ons eiland is. Laten we er gewoon even vanuit gaan.
Wel een interessant experiment. Dan kunnen we tenminste kijken of onze emmers ook vullen als we niet in de buurt zijn. Het is niet echt super belangrijk dat die emmers echt vullen, want we hebben wel alle solar collectors. En we hebben fruit. Dus we hebben water om te drinken. Wow. Ja, we hebben eigenlijk dus fruit om onze dorst te lessen en we hebben die collectors. Ah, hier is al goed, joh. Die collectors zijn natuurlijk om ons planten water te geven. Ah, het is zoveel chiller als die motor niet aanstaat. Weet je wat is in als ik de films edit, dan zet ik vaak het geluid nog even wat zachter. Ik weet niet of het opgevallen was, ik hoop het niet. Dus dat betekent terwijl ik aan het opnemen ben, dat ik het geluid keihard hoor. Dus dan moet ik een beetje, zeg maar... Ja, soms kan ik mezelf niet echt horen denken of zo, weet je wel? Waar zijn de planten zijn hier? Juist. Oké, dus de planten zitten vol met water. Dat is echt een goed teken. En er zit... al die emmers zitten gewoon vol met water. Dit is echt... Genius. Dit is echt super chill. Nice. Oké, tijd om... misschien moeten we wel gewoon gelijk beginnen met bouwen. Laten we dat doen. Nou, laten we gewoon dat doen. Ik heb zelfs een hamer bij me. Wauw. Pak die hamer. Oh ja, even een klein dingetje. Even deze wegleggen. Zo. Overal. Ik ga ze niet super netjes inleggen hoor. Flareguns, prima. Kompas. Dat gaan we ook niet nodig hebben. Super goede inventory management. Ja, ja. Klang. Oké, ik heb hier zo... Dus vorige aflevering, hallo. Een bed neergelegd. Oh, die lantaarn is hier. En hij doet het weer. Dat is correct. Leg hem daar maar om het bed. Leeslampje. Kan dat? Poenk. Prima. En ik heb die stammetjes, die moeten even een ander plekje krijgen. Maar die heb ik even hier neergelegd. Vond ik wel een relaxed plek. Dus ja, we moeten nadenken over de rest van de inrichting van het huis. Ja, ik zat te denken. Moet hier een dak op? Nee, hier moet... Ik heb hier sowieso een slaapkamer. En moet de slaapkamer dan... ik denk dat ik wel een tweepersoonsbed bouw. Jawel. Dus dan moet hij eigenlijk wel... 2x2 zijn. Dus sowieso hier. En dan hebben we hier nog twee ruimtes. En daar zouden we dan... opslag kunnen maken, denk ik. En dan zit ik eigenlijk te twijfelen. Ik kan twee dingen doen. Ik kan een opslag maken met... een soort van... Dat ik het zo maak, dat ik dan eigenlijk zo aan de buitenkant sta. Oh, dat werkt nu eigenlijk al niet zo goed. Dat ik zo over de lage muur heen moet, dat ik er dingen in kan gooien. Maar volgens mij werkt het helemaal niet goed. Volgens mij moeten er gewoon twee deuren. Oké, ik heb wel een plan. Dus hier komt de 2x2 slaapkamer en dan komen hier twee opslagruimtes. Dat is prima. Hebben we dorst? Een beetje. Oké, prima. Laten we gewoon lekker gaan bouwen. Huisje, muurtjes, woodstick wall, of wil je liever driftwood wall? Driftwood wall ziet er ook wel chill uit. Blank scraps, ja, dat is een beetje te duur. Tarp wall, Nee. Dus dat is echt de, ja, ik vind die driftwood zien er wel echt heel cool uit. En die halfwood wall zien er ook wel nice uit. Misschien zou een combinatie moeten maken of zo? Ik weet het niet. Laten we gewoon beginnen met woodwall. Woodwalls, update, craft. Moet je die dan zo... Ja, per stuk erin plaatsen. Dus je moet telkens dit aanklikken. Oké, nou, prima. Dus... Oh, hoor je dat? Dat is een haai. Dus er komt duidelijk geen ramen in onze opslag. Of misschien eentje. Misschien alleen in deze. Window. Put window. Craft. Blammo. Maar in de slaapkamer. Ho, in de slaapkamer. Daar komen alle ramen natuurlijk. Of misschien komt hier ook een speciale... Nee, ik ga hier geen deur maken. Het zou een beetje overkill zijn. Dus eigenlijk wil ik hier het liefst zoveel mogelijk ramen. Ja... Hele grote ramen als het mogelijk is. Wood window. Craft. Blim. En hier ook. Dan kunnen we lekker naar buiten kijken. Ik vraag me alleen af, volgens mij kun je die ramen niet dicht doen. Dat is wel weer een beetje jammer. Maar ik ben niet bang dat het 's nachts koud wordt. Ook al,
Volgens mij kan het wel koud worden op zo'n eiland. Ik zou echt de temperatuur in de gaten moeten houden. Want ik heb echt een powerhorloge. Namelijk zit de temperatuur meter in. Ik kan zien hoe warm het is. Het is 27,5 graden. En weet je wat ik echt heel raar vind? Is dat gewoon mijn telefoon in het echt kan gewoon geen temperatuur bijhouden. Ik bedoel, dat wil je toch best wel graag weten. Gewoon hoe warm het is. Zeg maar, ik snap wel dat je internet op je telefoon hebt. Ja, dat is wel logisch. Maar, even kijken, dit gaan we anders doen. Maar ja, dat het dan niet, geen temperatuursensor in zit, dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn. Maar waarschijnlijk zegt hij dan de hele tijd dat het 37 graden is omdat je telefoon in je broekzak zit. Ah, dat zal de reden zijn waarom het niet erin zit. Gokje, dan zegt je telefoon de hele tijd warm, hè, warm, hè. Ja. Oké, dus hier komen de deuren. Misschien wil ik deze wel van driftwood maken, dat lijkt me wel stoer. Dan moet ik het even gaan pakken, want ik heb het niet bij me. Man, ik heb zo water. Oh yeah. Dus het is echt volop nacht. Maar dat geeft niet, want ik heb mijn lampje. En hij doet het echt best wel goed. Moet je kijken, het lijkt een soort bouwterrein. Een dikke lamp erop. En ik had bedacht, ik ga eventjes mijn machetes opmaken die nog heel weinig HP hebben. Ik denk dat het handig is. Ik weet het echt niet zeker. Op die manier krijg je ook flink veel driftwood. Ja, laat ik even kijken welke goed is. Deze heeft denk ik het minste HP. Gaan we dit eens even opmaken. En ik geloof ook dat dit het enige driftwood is wat dat we hebben. Wat we hebben? Dat we hebben. Dat we hebben. Dat is een beetje jammer. Nu ligt hij in de weg hier, dus ik pak het op. Maar, oké. Okay. Overzien. Want we hebben het eigenlijk, volgens mij hebben we het alleen nu eventjes hiervoor nodig. En waarschijnlijk, ik wil het alleen wel ook voor het plafond hebben. Dus dat gaat nog wel een beetje een probleem zijn. Oké, okay, hier komt er één. Ja, dat driftwood ziet er wel echt vet uit. Damn, die haai zit echt super dichtbij. Maar ik laat me niet gek maken. Hier moet een wall en hier moet woodstick. Ja, precies. Heb ik hem al goed geselecteerd? Woodstick. Craft. Balamo. Oké, haha. Dus heb ik hier mijn eerste hok. En dan een deur van woodstick. Ja, sure. Wat prima deur. Dat ziet er goed uit. Ik wil alleen wat stokjes hebben. Heb ik die? Ik neem even lantaarn mee. Hier? Nee. Oké. Moeten we er dan eentje hakken? Ja, laten we dat. Laten we dat niet doen. Zo. Vleermuizen zijn ook wel lekker bezig, jongen. Ik heb trouwens net even wat gegeten. Oh, ik zit helemaal vol. En ik heb weer vol HP. Dus dat heeft echt super veel succes gehad. Het kost eventjes 2 afleveringen. Maar dan heb je daarna alles weer op orde. En dan kun je weer echt zo lekker door met bouwen. Ja, dan heb je gewoon weer al het fruit. En hallo, even rustig. Jeetje. Piep. Maar dan kun je tenminste, als het fruit er eenmaal op gang is, dan is het echt een hele relaxed plek om te wonen. Misschien wel iets te relaxed. Ik heb nu 25 dagen overleefd in dit spel. Huh? Waarom ziet dit er zo uit? Dit is raar. Het zit een plaatje van een foundation. Wood door. Ik heb toch een woodstick en een lashing. Oh, ik heb geen lashings. Ik heb wel woodstick. Ik heb wel woodstick. Er liggen hier lashings. Dit wordt raar. Het klinkt alsof ik zo meteen even het spel opnieuw ga opstarten, omdat het gewoon echt keihard in de war is. Ja, alles is 0-1. Oh, wacht. Hamer. Het is hamertijd. Hammertime! Even deze wegleggen. Mag. Poink. Netjes. Die craft door. Dat is wel een beetje een bug, dat als je niet het goede uitgepast hebt. Oké. Op berghok 1. Engage! Het is niet echt nodig om aan de deur in te zetten, geloof ik. Maar, goed genoeg. En dan voor floors kunnen we gewoon wood floors doen, hier. Dus is het een beetje donker? Ik weet het niet. Even kijken hoe dat eruit ziet. Ja, prima toch? Ik denk dat ik liever driftwood heb, maar misschien doe ik driftwood op de voorkant en dan wood floors op de bovenkant. Dat is iets beter te betalen. We kunnen er waarschijnlijk al nu een deel van bouwen. Laten we gewoon even lekker doorgaan. Ik heb er zin in.
En dan, ja, ik zie de bui al helemaal hangen. En dan gaat hij ze allemaal weer een andere rotatie geven, zeker. Man, 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 man. Kun je dat nog beïnvloeden? Ja, nou lijkt het allemaal goed te gaan. Nou lijkt het allemaal hetzelfde. Ja, prima. Floors. Woodstick. There you go. Prima, prima. Ik moet al die dingen nog even choppen. Of ik moet keiveel hout halen. Het wordt wel een hele expeditie zo. Maar ik ga er gewoon tegenaan. Yeah, ik heb even geslapen. Het is 9:30 's ochtends. Ik heb een klein beetje uitgeslapen. Lekker lui. Relaxed. Maar ik had ook heel hard gewerkt. Ik had ook heel hard gebouwd. Ik heb er nog even een stukje bijgebouwd. Ik ben wel bang dat ik hier te veel raam in heb gedaan. Dus ja, maar goed. Het is ook niet echt alsof ik mijn privacy keihard nodig heb hier. Dus prima. Hier moet nog een muur in. Om dit af te maken. Dat kunnen we wel even doen. Woodstick, craft. En licht in de weg. Of niet? Ah, oké, dan bouw ik eerst deze. Die kan ik namelijk wel doen. Hoop ik. Arches. Oh, ik moet het dan... wil ik eigenlijk... Of wil ik die dan... Nou, ik bouw die ook al gewoon op woodstick. Hoppakee. Gelukkig kan die... Kan ik nu wel? Als ik het een beetje zo duw. Zo, 1, 2. Laten we het hopen. Ja, dat driftwood en dat gewone wood, dat gaat eigenlijk best wel prima door elkaar heen. Vind ik. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus de ene kant nou anders dan de andere kant. Dit lijkt me meer de binnenkant. Dan heb ik deze waarschijnlijk via... Oh, nee. We zijn dezelfde kant om geplaatst. Prima. Kijk, zou wel echt heel anders. En al de chill hutje. Deze lijken hier alsof die bladen zullen achter gaan. En hier zitten ze... Ja, niet echt achter, maar een beetje half over. Nou ja, goed, prima. En we hebben nog een bed nodig. Kunnen we dat nu bouwen? Hebben we hier bladeren liggen? En dan hebben we ook nog lashings nodig natuurlijk. Dan heb ik geen bladeren op voorraad. Ik ben die altijd kwijt. Maar dat komt omdat ik ze zo weinig gebruik. Liggen de bladeren hieronder? Nee, oké. Okay. Zo, 3. Ik ben met bladeren kwijt. Hier zijn ze. Haha. Furniture? Of is dat een ding, furniture? Nee, dat is niet zo. Bouwen. Een bed, staat onderin? Ja, hier. Bed. Craft. Blammo. Ik sleep het wel het huis in. Een soort Ikea, man. Zelf wil je meubels maken. Mag dit? Alleen meestal met Ikea maak je dan de meubels waar je ze neer gaat zetten. In plaats van dat je zo'n beetje loopt te hannesen. Kijk eens aan. Bam. Oké, dit is niet echt de plek waar ze gaan komen. Maar dat slepen, dat kost een beetje moeite. Dat moet even goed gebeuren. Doe ik een klein beetje optillen zo. En dan slepen. Ah, te ver. Ja, man. Oh. Waarschijnlijk is terugslepen makkelijker dan... Oh, te ver. Zie je? Dus dat ga ik straks wel doen. Maar dat staat in ieder geval. Kijk dan, man. Kijk nou. Mooi weer. Oh, hallo. Ja. Het wordt al een heel huisje. Bouwhouw erbij. Weet je wat? Bam. Screencap. Ik ben er blij mee. We hebben lekker gebouwd. Ik vind dat we nog wel een beetje meer drift moeten krijgen. Want kijk, als je hier zit, dan wil je eigenlijk wel zon hebben. En deze takken moeten ook... Maar misschien zit wel een goede plek eigenlijk daarvoor. Misschien laten we dit wel gewoon zo. Ik zou waarschijnlijk wel een kwartslag draaien, want dan sleep je ze makkelijker erin. Maar dit is een beetje het plek waar ik dan s'avonds chill. We moeten hier nog een afdakje. Nog een klein koelkastje erin of zo. En dit is wel... Dit ziet er wel echt uit. Kijk nou. Als je dit ziet in een folder, dan denk je toch van... Ah, daar ga ik wel naartoe op vakantie. Misschien neem ik wel mijn eigen bed mee, maar verder wil je hier wel zijn, toch? Anyway. Ik vermaak me hier wel. Dat gaat het wel doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Ik heb in ieder geval weer Lex Train Deep gespeeld. Ik vind het echt tof. Het spel blijft leuk. En ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens!